goedemiddag allemaal. Ook aan mij de taak om toch behoorlijk wat sheets in 17 minuten erdoor te jagen. Ik begin even met nummer 1. En dat is eigenlijk de meest belangrijke sheet in mijn hele presentatie. Want dit is de basis van waaruit ik werk. En dat is namelijk de familie Zachariassen. En het aardige, en ik begin daar altijd mee. Het aardige met dat verhaal is dat als ik 's ochtends opsta. En de kinderen, en dat zijn er een hoop, die dansen met z'n allen om me heen. En ik trek daarna mijn pak aan en ik doe mijn stickertje directeur, zet ik op. Dan is het aardige dat er helemaal niks anders gebeurt. Want waar ik de laatste jaren mee bezig ben geweest, en met werken vanuit Cradle to Cradle, eigenlijk wil ik de wereld een klein beetje mooier maken. En het aardige van dat verhaal is dat ik dus in mijn werk iets gevonden heb wat mij elke dag energie geeft. En als je dat doet, ontstaat er passie. En volgens mij als je daartegen werkt, krijg je uiteindelijk een burn-out. Ik ben in 2004 ben ik in aanraking gekomen met Bill McDonough en Michael Braungart. En daar komen de kinderen weer een keer over de brug. En deze kreet sprak mij zeer aan. En ik dacht, daar wil ik wat mee doen met mijn bedrijf. En als dat je doel is, moet je natuurlijk wel goed nadenken als je daar een bedrijf mee gaat runnen. Want voor je het weet, verdwaal je in je eigen blijheid. En zet je een aantal monumenten neer en is je portemonnee leeg. En dan staat iedereen te kijken en zegt goed gedaan en gaat weer over tot de orde van de dag. Mijn doel was als bedrijf iets te veranderen. En dat betekent dus ook geld verdienen. Ik zie mijn bedrijf dus als een motor om verandering tot stand te brengen. En ik wil graag positieve voorbeelden maken en ik wil er geld aan verdienen. Nou, als je dat in de bouw doet en je zit in een sector en ik zit er al een tijdje in. Het bedrijf is gestart door mijn vader in 88. En als je dan daarmee verder gaat, dan kom je erachter dat die bouwindustrie toch wel een behoorlijk traditionele industrie is. En als je dingen anders wil doen, dan moet je misschien ook weer eens, en dan komt hij weer, als een kind tegen die materie aankijken en nadenken, waar zijn we nou mee bezig? Nou, als je dan een crisis krijgt, dan moet ik zeggen, dan helpt die ook. Want ineens word je gedwongen met een wat legere portemonnee dan voorheen, na te denken, waar zijn we mee bezig en wat is mijn verdienmodel? En als die crisis dan bovendien misschien wel iets meer is dan alleen maar een financiële crisis en misschien ook wel op een aantal fronten een systeemcrisis, dan is het tijd om opnieuw na te denken. Laten we eens even kijken naar die bouw. Plaatje van de Notre Dame. De Notre Dame werd gebouwd in de tijd, en er is in totaal 185 jaar over gebouwd, in de tijd dat de wereld langzaam veranderde, de bevolking groeide langzaam, de wereld evolueerde. En bouwen in die tijd was een ambacht. De architect was de bouwheer en had eigenlijk alle kennis. Had de portemonnee, was de engineer, maakte zelf de afweging tussen esthetica, functionaliteit, portemonnee, etc. En eigenlijk was die portemonnee helemaal niet zo vreselijk belangrijk. Het ging erom dat we iets neerzetten voor de lange termijn. Iets met waarde. En in de industriële revolutie is die bouw is van een ambacht een industrie geworden. En als we vandaag kijken, dat is een plaatje uit Mongolië, dan zijn we in staat in een paar jaar steden voor een paar miljoen mensen neer te zetten. En dat doen we in een tijd dat de wereld alleen maar sneller en sneller verandert. Als je bedenkt dat wij elke dag 250.000 mensen bijkrijgen op deze wereld. Als je ziet dat technologie in razend tempo zich ontwikkelt, dan gebeurt er eigenlijk iets geks. We komen uit een tijd waar de wereld langzaam veranderde en waar we langzaam verandering in dat gebouwde weefsel tot stand brengen. En nu zijn we dus in een situatie dat de wereld razendsnel verandert en we kunnen ook razendsnel veranderingen tot stand brengen die heel lang impact hebben op die wereld. En naar mijn idee betekent dat dus 180 rijden in de mist. En als je dat doet, dan is het ook niet zo vreemd dat er af en toe ongelukken gebeuren. Nou, als je, zoals ik, voornamelijk in commercieel onroerend goed zit en je wordt gedwongen in deze crisis ineens te overleven, dan word je gewoon simpelweg gedwongen dingen anders te doen. Even kijken. Rethink. Ik vond het wel een mooie uitdaging eigenlijk, de subtitel die ik toebedeeld kreeg. Want ergens in 2009, geloof ik, hebben we dat al in onze huisstijl veranderd. Rethinking Development. Dus het past wel mooi bij ons clubje. En voor mij kwam de aanraking met Cradle to Cradle.
Ik vond Cradle to Cradle zo'n eye-opener. Omdat het niet zozeer uitgaat van minderen. En het verminderen van negatieve impacten. Minder energie verbruiken, minder CO2. Want in basis is dat weliswaar ontzettend nodig. Maar niet anders dan efficiënt zijn. Het aardige van Cradle to Cradle vind ik door dingen van meet af aan te ontwerpen. Op een manier dat dingen weer terug kunnen brengen. En het circulaire denken. Dat het uiteindelijk een oplossing is. En daarbij kan efficiëntie je helpen. Maar het is niet het enige wat je moet doen. We zijn in 2007 mee begonnen op Park 2020. En dat is simpelweg een idee om dit te gaan doen. Hoe het moest wist ik ook niet helemaal. Sterk, ik wist helemaal niet. En vandaag weet ik het een heel klein beetje. Maar het is een reis die we begonnen zijn. En die tot vandaag de dag eigenlijk onze proeftuin is. Een aantal dingen hebben we al gerealiseerd. En het aardige is dat het de hele aanpak ons in staat heeft gesteld in deze crisis gebouwen neer te zetten als ontwikkelaar die eigenlijk een veel betere kwaliteit hebben dan wij voorheen hadden. Dat wij huurprijzen maken die ver, ver boven de markt zijn. Dat wij onze kostprijzen omlaag hebben gekregen. En dat we gewoon zwarte cijfers schrijven in een tijd waar, denk ik, dat toch wel uitzonderlijk is. En simpelweg, deze aanpak heeft mij in staat gesteld met mijn bedrijf te overleven. Dus inderdaad, kan je business gebruiken om verandering tot stand te brengen. En ik wil jullie meenemen met een aantal waardeproposities die, als je iets anders denkt, eigenlijk in dat vastgoed misschien wel besloten zitten. De eerste waardepropositie is, denk nou eens na over het gebouw als een materialenbank. Veel klassiek duurzaamheidsdenken is natuurlijk erg steunt erg op energie. En hoewel dat heel tastbaar is en ook absoluut nodig met de hele CO2-problematiek, is het grappige als je macro naar onze wereld kijkt dat wij van energie inkomen hebben. We hebben een zon. Maar van materialen hebben we los van een verdwaalde meteoriet hebben we geen inkomen. We moeten het doen met de materialen die we op deze aarde hebben. En als je inderdaad bedenkt dat de wereld elke dag met 250.000 mensen groeit, en als je bedenkt dat de bulk van ons hele industriële systeem erop gericht is dat we iets uit de natuur halen, er iets van maken en het weer weggooien, dan hoef je geen genie te zijn om te bedenken dat we uiteindelijk met die grondstoffen toch een keer een probleem krijgen. Nou, dit is een plaatje uit Newsweek, dat is al een aantal jaren geleden. En dit geeft, de cirkel geeft voor een groot aantal grondstoffen de geschatte voorraden in jaren die we nog hebben, rekening houdend bij het huidige recyclinggehalte. En het plaatje is alweer wat ouder, want dit gaat nog uit van 6,6 miljard mensen. Inmiddels zitten we al ruim boven de 7 miljard. En je ziet hier al op dat als je de buitenste cirkel bekijkt, dat van een groot aantal materialen, met name metalen, de geschatte voorraden in decennia zijn uit te drukken. En het binnenste cirkeltje geeft aan wat als nou eens de rest van de wereld per persoon de helft gaat consumeren van de Verenigde Staten. Nou, en dan wordt die tijd nog korter. Decennia waar we het over hebben. En dat betekent dat wij allemaal te maken gaan hebben met schaarste. Sterker, dat merken we nu al. Je ziet nu al dat in China dat China posities aan het innemen is in Afrika. Dat China de rare earth minerals controleert en dat ook al gebruikt. China heeft de London Metal Exchange gekocht tegen 124 keer de jaarwinst. Dat zijn strategische aankopen. En dan zeker als Europa hebben wij geen eigen grondstoffen. En je ziet het ook terug in de prijzen van grondstoffen, metalen. En het is allemaal nog volatiel en het heeft ook te maken met veel speculatie. Maar de lange termijn trend is onmiskenbaar. Grondstoffen zullen duurder worden. Nou, als je dat nou eens voor een gebouw gaat bedenken, dan je bedenkt dat er in een gebouw honderden tonnen materialen zitten. En als je vandaag kijkt naar een gebouw, dan is de restwaarde van dat gebouw is negatief. Sloop, kosten. Maar wat nou eens als je dat gebouw zou ontwerpen om het weer uit elkaar te halen? En wat nou eens als je zou nadenken over een materialenpaspoort? Dus dat je een database hebt, wat zit nou precies waar in dat gebouw? En je hangt er een waarderingsmodel aan. Zou het dan mogelijk zijn dat je in plaats van een negatieve restwaarde een positieve restwaarde krijgt in de vorm van materialenopbrengst? En
wellicht is het zelfs zo dat als je demontabel en aanpasbaarder gaat bouwen, dat je casco in basis veel flexibeler wordt en daarmee toekomstbestendiger. Door te werken met cradle-to-cradle materialen en leveranciers krijgen we dat niet alleen op het gebouw als systeem, maar krijgen we dat ook op productniveau al terug. En het aardige is dat we nu discussies krijgen met fabrikanten en leveranciers die zelf ook grip willen krijgen op hun eigen supply chain. En die grondstofcrisis ook zien aankomen. En dat is nog allemaal in de beginfase. Maar het maakt dat wij producten steeds meer willen leasen. En dat we het eigendom houden bij de fabrikant of bij een derde. En dat maakt dus dat we gaan betalen voor gebruik en niet meer voor bezit. Op dit moment kunnen wij in ons laatste gebouw een restwaarde aantonen voor rond de 70 euro per vierkante meter aan materiaalwaarde, euro's vandaag. Ten opzichte van, zeg eens, 50 euro per vierkante meter sloopkosten. En dat betekent simpelweg, als ik kijk naar de huur en voor een commercieel gebouw, dat ik bijna een jaarhuur extra waarde heb. En dat verandert simpelweg mijn afschrijvingsmodel. En doordat het gebouw aanpasbaarder is en dat we andere financieringsvormen hebben, kan ik ook mijn verdienmodel daarin wat aanpassen. En dit is simpelweg een waardepropositie die een klassiek gebouw niet heeft. Het tweede wat ontstond toen we met cradle-to-cradle materiaal aan de gang gingen, was dat we heel erg gingen kijken naar de chemische samenstelling van de producten die erin zaten. En ik ben zelf erg gefascineerd door het thema binnenluchtkwaliteit. En zeker als je kantoorgebouwen maakt, dan zit je eigenlijk tegen een hele rare waardepropositie aan te kijken. De gemiddelde huur van onze gebouwen is 20 tot 30 keer zo laag als de loon- en loongerelateerde kosten van de mensen die werken in het gebouw. Denk het even na, we hebben voor Bosch Siemens een gebouw neergezet op Park 2020. De huurprijs ongeveer 2 miljoen. Loonkosten van de mensen die erin werken 40 miljoen. Wat is nou belangrijk? En als je kijkt wat er de laatste jaren gebeurd is, dit is al een onderzoekje uit 2007, dan zie je dat door de toch wat monomane driver achter energiezuinigheid, we misschien wel een aantal dingen vergeten zijn. Namelijk de gezondheid van de mensen die erin werken. Dit grafiekje geeft op de horizontale as een groot aantal maatregelen neer die je kan nemen om de EPC-norm naar beneden te krijgen. En op de verticale as staan DALI's, dat staat voor Disability Affected Life Years. Dat is een gestandardiseerde norm voor de gezondheid van de populatie mensen. En die verandert met de verschillende maatregelen. En de grafiek geeft aan dat je voor een groot aantal maatregelen eigenlijk een negatief gezondheidseffect creëert voor de mensen in die gebouwen. En ergens kan je er ook iets bij voorstellen. Je stapt een nieuw gebouw binnen en dat gebouw ruikt nieuw. Maar wat je ruikt is de mix van chemicaliën die uitwasemt uit de lijm en de vloer en de verf en weet ik het wat. En naarmate we die gebouwen meer dichtzetten en meer hercirculeren, et cetera, wordt de concentratie van die stoffen wordt groter. We hebben een hele studie laten maken samen met Arizona State University naar allerlei aspecten die invloed hebben op de gezondheid van mensen. We hebben 72 wetenschappelijke studies vergeleken met elkaar en eigenlijk identificatie gedaan van alle factoren die invloed hebben op prestaties van mensen, het welbevinden, het ziekteverzuim. En dat is dan licht, lucht, geluid, noem maar op, groen in gebouwen. En we hebben daaruit een aantal ontwerprichtlijnen gemaakt. En we volgen nu onze klanten van het oude naar het nieuwe gebouw om de effecten te meten. En die zijn significant. Die zijn gewoon significant. En uiteindelijk is het weer heel simpel, want je kan alle techniek en daar kan je natuurlijk helemaal in verdwalen. Maar uiteindelijk gaat het maar om één ding. Het gaat om blije medewerkers in onze gebouwen. Als deze meneer blij is, betaalt hij mijn rekening. En los nog even van het morele en ethische aspect, doen we gewoon ons werk beter. Techniek is geen doel op zich. Het doel is te ontwikkelen vanuit een visie van hoe we willen werken, hoe we willen leven, hoe willen we wonen. En soms denk ik wel eens dat we in de bouw de vierkante meter heilig verklaard hebben. En dat we vanuit de vierkante meter en het product omhoog redeneren. Maar wij maken producten voor 50, misschien wel 100 jaar. En dat betekent dus dat wij moeten redeneren vanuit een visie. Hoe willen we wonen? Hoe willen we werken? Wij bouwen de toekomst van Nederland. En als sector hebben wij de plicht om een visie te ontwikkelen. En vanuit die visie doelen te stellen en vanuit daaruit een strategie en een tactiek en uiteindelijk als allerlaatste keer op vierkante meters terecht te komen.
En soms denk ik wel eens dat we dat ook een beetje vergeten. En uiteindelijk, alle techniek en dingen vertaalt zich ook gewoon in een gebouw waar mensen blij van worden. Een leuk gebouw, een mooi gebouw, een inspirerend gebouw. En misschien klinkt dat een beetje zweverig, maar als ik bij Bosch Siemens langs ga en ik breng nieuwe klanten naar dat gebouw en de mensen zijn enthousiast over het gebouw, dan hoef ik eigenlijk verder niet zoveel meer te doen. En dan is de prijs eigenlijk helemaal niet zoveel belangrijk. Ik denk dat we als laatste eens een keer over die vierkante meterprijs moeten praten. En als eerste eens moeten nadenken over wat voor voordelen bieden we nou allemaal. En als je gaat nadenken, dan kan je andere waardeproposities vinden. Natuurlijk, dat gebouw als materialenbank. Nadenken over de productiviteit van gebouwen. Maar, en ik vond het wel mooi wat de vorige spreker ook zei, er zit absoluut een mogelijkheid in, door het proces te veranderen, dat je de kostprijs kan verlagen. We hebben een proces ingezet waarbij we eigenlijk de hele supply chain voor de aannemer hebben geplaatst. En eigenlijk samen met de aannemer een proces hebben gemaakt en de hele ontwerpteam, dat we BIM gebruiken en vanaf schetsontwerp samen met de supply chain aan het ontwerpen zijn in één BIM-model. En dat betekent dat we daarmee een integratie krijgen van kennis. Misschien is het wel een beetje endemisch in onze wereld dat iedereen alles weet van bijna niks meer. En als we als team weer samenwerken en je kan dat in je proces doen, dan ga je faalkosten omlaag, dan krijg je ook een veel leuker proces en iedereen verdient weer wat. Hoe kan het zijn dat we een sector hebben waar iedereen blij is als hij 1 of 2% verdient en we 10, 15% faalkosten accepteren? Ik denk, het moet iets masochistisch zijn. En wij hebben simpelweg door dit te doen onze kostprijs verlaagd. Ik denk dat we moeten uitgaan van veel minder meters, maar betere meters. En moeten nadenken inderdaad vanuit die visie van wat willen we nou eigenlijk maken. Natuurlijk moeten we nadenken over efficiëntie en het verlagen van de cost of ownership. En misschien wel het meest belangrijke, vastgoed is een lange termijn product. En wij zouden eigenlijk allemaal ons verdienmodel op lange termijn moeten enten. En als je dat doet en je kijkt niet alleen naar het minimaliseren van wat is de negatieve impact, maar hoe kan ik ook positieve effecten vinden, dan zou je in onze gedachten van cradle to cradle misschien zo kunnen beginnen met je ontwikkelingsgebied. En misschien zo kunnen eindigen. En ik weet, dat is een idealistisch plaatje. Maar ik zou het mooi vinden als we veel meer naar het circulair model op kunnen gaan. Wij zijn ermee bezig. Het is voor ons een succesvolle route. En ik hoop dat ik jullie ook kan inspireren om ook die stappen te nemen. Dankjewel. Vragen vanuit het publiek zijn welkom. Even een hand en dan kom ik naar u toe. Zelf vroeg ik me ook nog een ding af, Koert, want jullie zijn natuurlijk koploper, als ik het mag zeggen, wat betreft de cradle-to-cradle gedachte. We beginnen op nul en we maken hele nieuwe, fantastische gebouwen. Als je nu kijkt naar de bestaande kantoorgebouwen die eigenlijk een renovatie nodig hebben, wat is jullie visie daarop? Nou, ik denk dat je daar al heel erg veel mee kan. Ik denk dat je, als je een gebouw gaat analyseren en je gaat uit van de grond die eigenlijk eeuwig is, en je gaat naar het casco, de gevel, de daken, de installatie, het inbouwpakket, dat je eigenlijk verschillende cycli van vervanging tijdens de hele levensduur van zo'n gebouw kan bekijken. En als je begint bij de snel doorlopende dingen, zoals inventaris en binnenwanden en inrichting, dat zijn de dingen die ook het meest in materialen wisselen in zo'n gebouw. En je hoeft niet in één keer het hele casco ook al van de meet af aan goed te doen. Je kan al heel veel winst halen in al die dingen die veel sneller door het gebouw heen gaan. Dus ook daar is nog plenty te doen om, ja. om deze methodiek te gebruiken. Ja, ja, want het hoeft dus niet alleen maar zoals Brownguard ook zegt. Hè, en van oké, we moeten weer op nul beginnen, zodat we helemaal opnieuw bouwen. Er is genoeg te behalen ook nog in de bestaande bouw. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Oké, goed. De vragen? Koert, dan wil ik je heel hartelijk danken. Zie ik je vanavond heel graag bij het Green Tie Gala. Ja. Ben heel benieuwd wie de nieuwe winnaar gaat worden. En ik weet dat je een hele mooie verrassing in petto hebt voor die winnaar. Dus, goed zo. Mooi zo. Oké, goed. Dankjewel. Tot vanavond. Dag. Koert Zachariassen. Ja.